Een doorkijk koto jasje, een zomers koto broekje, een winter koto. Op het aanstaande Kotomissie Grand Gala in Rotterdam worden moderne koto's geshowd, maar ook de traditionele. Er valt veel meer te beleven op deze derde editie van het Afro-Surinaamse cultuurspectakel rond de koto, waar vrouwen en mannen op afkomen. Moet je zijn natuurlijk, hè? Gaat u er naartoe? Natuurlijk, zoals je het ziet op zijn Surinaams, dan zijn altijd daar. En waarom ga je? Waarom? Je hoort het koto show, dus als je in Suriname hebt gewoond, iedereen die een koto show die gaat er gewoon bij. Dus dat is de reden waarom ik ga. Srana Masani, hè? Dingen van Surinamers, ze zijn te zien op het Kotomissie Grand Gala 2019, zondag 9 juli in Rotterdam. Kotomissies zijn al druk aan het flyeren voor het event. Gaat u er ook naartoe? Ja, ik wil eerst goed lezen en dan nadenken. Het gala wordt gepresenteerd door niemand minder dan de cabaretiers Dino Burnett. En niet die korte van tegenwoordig met 2 meter, yes, ik kies me quick. En speciaal uit Suriname, Clifton Braam. En ik kom met mijn eigen Oddo. Zorg dat je erbij bent in Rotterdam, zondag 9 juni, Kotomissie Grand Gala 2019. Een wandel! Ik kom eraan, met kong. Maar er is meer, vertelt John Nunnally, ook betrokken bij de organisatie die nu nog aan het flyeren is. Zo brengt Nana Markelo samen met publiekstrekker Black Harmony traditionele Afro-Surinaamse liedjes, dans en spelletjes. Het is mooi om te laten zien waar we vandaan komen, ook welke spelletjes er vroeger worden gespeeld. Maar er zitten nog op dit moment heel veel waarden in wat je hedendaags ook nog kan toepassen. En het is fantastisch om de jonge generatie ook dat mee te geven waar ze vandaan komen. Ja, maar dan ben je niet in de sfeer. Ja, ja, dat wil ik zeggen, want ja, ja, 99% is in koto, dat is waar. Iedereen is zo verkleed. En dan voel je je een buitenbeentje. Toch? Is de koto ook verplicht? Je mag komen in wat je wil, waar je lekker in voelt. Dus als je je Indiaan wil dragen, draag je Indiaan. Als je Hindustaans wil dragen, draag je sari. Alles is welkom. En? Ik kan nog geen ja zeggen, maar ik ben wel van plan. Organisator Fred Fischems gaat mee met zijn tijd. Is zelfs een trendsetter. Hij nodigt de modeontwerpster Jolanda Gemin uit met haar bijzondere uitdagende creaties. Ik wil laten zien ook aan de oude en de nieuwe generatie dat ze ook andere stoffen kunnen gebruiken om het weer iets spannend te maken. Een zomers broekje gemaakt van de onderrok van een koto, een dikke winterkoto en een sexy doorkijk koto jasje. Ja, er komt nog wel een hemdje onder, om het zo netjes te houden. En de rok is ook van dezelfde stof, die is ook gevoerd. Maar het kan sexy zijn, inderdaad. De verschillende creaties zullen geshowd worden op de Koto Show. Op straat blijkt er al belangstelling voor, hoewel sommige mensen twijfelen nog. Die kinderen van hier hebben zoiets van, mam, ik ben niet zo geboren, dus die van mij gaan er niet. En jullie ga ik ook niet. Nee. Waarom niet? Omdat mijn moeder me natuurlijk niet zoveel over... Nee, dus daarom niet. Je moeder heeft ze niet zoveel verteld? Nee. Nou ja, Sim Go toch? Ja. Het Kotomissie Grand Gala, zondag 9 juni in Rotterdam. Srana Masani, hè? Tot zover een reportage van Sam Jones vanuit Rotterdam.